Goedemorgen. Kijk naar de hier van weerplaatsen.nl. We beginnen met een bewolkt geheel waarbij er in het noorden, beter gezegd in het noordwesten ook een paar opklaringen zijn, maar vanuit het oosten, van Duitsland uit, trekt de laaghangende bewolking en mist het land binnen. Het zicht loopt daardoor terug tot een paar honderd meter. Het verkeer zal er niet echt last van hebben, maar het maakt de wereld in het noorden wel grijs. Heel af en toe daar dus wat zon, maar verder vooral laaghangende bewolking en nevelmist. In de rest van het land hebben we veel bewolking en daar kan in de loop van de dag wat regen vallen. Dat wordt goed zichtbaar als we de boel in beweging zetten, want dan zien we vanuit het zuiden het regengebied dichterbij komen. En met name in de loop van de middag gaat er steeds meer plaatsen in het zuiden, midden en oosten regenen. Vanavond trekt het regengebied dan langzaam weer naar Duitsland weg. En in de loop van de nacht kan het dan hier en daar opklaren en dan wordt het ook weer op de meeste plaatsen droog. Morgen overdag ook nog steeds veel wolkenvelden. Wel grotendeels droog weer. En in de loop van de dag ook af en toe wat zon. Maar de bewolking houdt voorlopig wel de overhand. Voor een loeiende wind hoeven we niet bang te zijn. Alleen in het waddengebied staat af en toe wat meer wind. Winkelrad 3 tot 4. In de rest van het land is de wind heel erg rustig. In het zuiden staat er zelfs vrijwel geen wind. Rustige omstandigheden dus. Dus vanochtend in het noorden toenemende kans op mist, in Groningen en Friesland op dit moment al 200 tot 400 meter zicht. Ik denk dat de mist misschien ook nog wel de kop van Noord-Holland bereikt en de Waddeneilanden. Daar grijze omstandigheden, en de rest van het land grotendeels bewolkt en vanuit het zuiden af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag dan in het noorden nog heel even misschien wat zon als die mist optrekt, maar in de rest van het land wordt de bewolking alleen maar dikker. En vanuit het zuiden gaat het dan op steeds meer plaatsen regenen, met name dus in het zuiden en geleidelijk ook in het midden en oosten van het land. In het westen en noorden valt hooguit een enkel spatje, dat dan later vanmiddag of misschien pas vanavond. Temperaturen 9 tot 11 graden. Vanavond trekt dat regengebied dan langzaam weg en aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. En in de nacht daalt de temperatuur dan tot rond 8 graden onder het wolkendek, maar bij opklaringen in het noordoosten kan het daar 4 graden worden. En we houden rustige omstandigheden, en trouwens bij die 4 graden kan er ook weer een mistbank ontstaan. Dan morgen overdag, nou, dan ziet het weerbeeld er allemaal iets vriendelijker uit. Het is grotendeels droog, er zijn wolkenvelden. Met name ook in het zuidoosten en midden van het land, daar verwacht ik weinig zonneschijn. Maar in het noorden en in het zuidwesten, daar kan de zon vaker doorbreken. Temperaturen zo rond de 11 à 12 graden in de loop van de middag. Dan nog even een blik op verder vooruit. Droog weer, tweede helft van deze week. Woensdag, donderdag en vrijdag. Een mengeling van wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. De ene dag zal wat zonniger uitpakken dan de andere dag. Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Wat wel duidelijk lijkt, is dat de temperatuur omhoog gaat. Zowel dus in de nacht als overdag. Smiddags wordt het aan het einde van de week zo'n 14 à 15 graden. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat er eigenlijk geen spektakel plaatsvindt. Temperaturen eerst zo halverwege de 10 tot 20 graden, dus rond de 15 graden. En later, na het weekend, dan lijkt het weer wat meer richting de 10 graden te gaan. En ook de nachten worden dan geleidelijk weer wat kouder. Dus uh, de kans op nachtvorst neemt pas eind volgende week weer toe. Rustig weer, maar later vandaag dus vanuit het zuiden regen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.